Ik ben dan, moet ik bekennen, heel erg voor de Beatles. Ik had een paar helden in mijn jonge jaren. En dat was Mick Jagger, zeker een van als podiumpersoonlijkheid. Ik zou ontzettend graag Satisfaction van de Stones willen spelen. Dat, ik vind dat, ja, ik mag het woord misschien niet gebruiken. Ik vind het zo'n geil nummer. Ik vind het zo, tot op de dag van vandaag, als je die eerste klank hoort, vind ik het al. Ja, dan ben ik, dat is het gewoon. Dus dat wordt een battle, ja, maar een muzikale battle. En als het goed is, gaat het publiek dat ook merken. Dus je bent of voor de Beatles in het Beatle-vak, zeg maar, of voor de Stones in het Stones-vak. Hello there, how are you? I'm Emanuele Angeletti, or Manny, if you prefer. I'm from Italy. At the moment I'm in Liverpool, because I'm doing a show called Let It Be from the West End in London. But anyway, I'm here to say hello to everyone. Can't wait to come to Netherlands and do the Beatles and Rolling Stones show. Ik heb zelf nooit een kamp gehad. Hoewel ik Paul McCartney wel de grootste componist vind, heb ik nooit een kamp gehad dat ik of Beatles of Stones alleen maar goed was. Ik heb het altijd samen helemaal te gek gevonden. Ja.